Tot 4 jaar celstraf geëist voor mensenhandel. Een meisje uit Braam zou zijn ontvoerd en gedwongen tot prostitutie. Een basisschoolleerling heeft een granaat mee naar school genomen. En opruimen, dat doe je zo. Dat wordt nu eerst gesorteerd, dat is de basis. Goedenavond, dit is het nieuws van dinsdag 5 maart. Ze zouden een 17-jarig meisje uit Braamt in de prostitutie hebben gedwongen. 7 mensen werden opgepakt, van wie een aantal vandaag voor de rechter stond. Het meisje, dat tijdelijk in een psychiatrische inrichting in Zetten zat, was vorig jaar augustus 3 weken vermist. Ze werd teruggevonden in Almere. De officier van justitie heeft vandaag celstraffen geëist van 2 tot 4 jaar voor mensenhandel. Een van de verdachten zegt dat het meisje nooit gedwongen is. Ze liep zelf van huis weg en stelde voor om toch in geld te komen om in de prostitutie te gaan werken. En zij was ook degene die geen contact met thuis wilde, zegt hij. Ik heb haar echt heel vaak gezegd dat ze moest bellen. Dat ze gewoon even wat moest laten horen. Want ik snap zelf ook wel dat het het ergste is wat er is als je niet weet waar je kind is. Maar ze wilde het absoluut geen contact met de ouders, absoluut niet. Echt. Maar uit het politieonderzoek komt het beeld naar voren van misbruik van een minderjarig meisje met psychische problemen. Ze werd opgesloten in een kelderbox. Op een dun kleedje op de grond, tussen rotzooi en kerstversiering en met enkel een pakje sigaretten als gezelschap, treft de politie Jasmin aan. Uit het onderzoek bleek dat we van doen hadden met verdachten voor wie het welzijn van Jasmin er niet toe deed. Anders dan het feit dat ze voor hen geld opbracht en zo goed mogelijk moest renderen in de prostitutie. Verdachte, voor wie niet van belang was dat Jasmin speciale behoeften had, zoals medicijnen en deskundige begeleiding, die haar sloegen als ze door een telefoongesprek met een potentiële klant praten. In de rechtszaal ontstaat een heel ander beeld van deze verdachte. Beschadigde jonge mensen die allemaal, net als het slachtoffer, een hele moeilijke jeugd hebben gehad. En die het ook heel erg vinden wat er gebeurd is, ook voor de ouders. Maar die er ook alles aan doen om hun eigen rol in deze zaak zo klein mogelijk te maken. Het was even flink schrikken op de Bernulfusschool in Oosterbeek vanmiddag. Een leerling kwam daar met een granaat uit de Tweede Wereldoorlog binnenlopen. En ook al zat de pin er nog in, de directeur die bedacht zich geen seconde en liet de school direct ontruimen. Ja, schrikken. Ja, misschien wel een klein beetje. Maar toch vooral ook laten we gaan handelen. Die granaat moet weg. En ik wil dat er niemand letsel van ondervindt. Dus je moet het gebouw uit. En die hebben we weggelegd. Daar kon niemand meer bij. Direct belt de directeur 112. 5 minuten later zijn de hulpdiensten ter plaatse. De jas met daarin de granaat die de jongen heeft gevonden, wordt direct naar buiten gebracht. De leerlingen van de school moeten aan de andere kant van de school gaan staan, zodat de jas met de granaat zo ver mogelijk bij de kinderen vandaan is. Nou hoorde ik ook van mensen hier op het schoolplein die zeggen, ja, het was nogal gevaarlijk, want het jongetje wist helemaal niet wat er was. Hij gooide er zelfs mee. Nee, het jongetje wist heel goed dat het een granaat was en heeft in zijn enthousiasme dat graag willen laten zien. En meer is het ook niet geweest. Er is niet meer gespeeld of gevoetbald. Die jongetjes hebben dat gevonden. En hey, een granaat. Nou, kinderen in die leeftijd vinden dat natuurlijk hartstikke interessant. En die hebben dat netjes aan de juf laten zien. En de juf is daar weer mee naar mij gekomen enzovoort. Nou, gelukkig zat de pin er nog in dit geval. In de granaat. Op het moment dat de pin eruit is en het dus een niet ontplofte granaat is die op onveilig staat, dan wordt het echt heel erg gevaarlijk. Maar niettemin, linksom of rechtsom, het is gewoon oorlogstuig. Ik kan niet genoeg benadrukken voor de inwoners van onze gemeente dat als je iets ziet wat verdacht is, niet aankomen, laten liggen en de politie bellen. De burgemeester laat de omgeving de komende tijd uitpluizen om te zien of er nog meer granaten liggen. De explosieve opruimingsdienst brengt de granaat direct tot ontploffing in een parkje vlakbij de school. Nou, toen hebben we tegen alle kinderen gezegd van, nou, kom jullie maar kijken. Dat is ook goed dat kinderen zien, nou, de granaat is ook weer weg. Die werd tot ontploffing gebracht. En toen was het boem, klaar. Ja. Harde plof? Ja, ik vond het wel een aardige knal, ja. Ja. Er waren ook wat kinderen die vonden het, die hadden meer films gezien waar grotere explosies plaatsvinden, denk ik. Maar het was voor zo'n kleine granaat een flinke knal, ja. Dat moet je echt afblijven als je die vindt. Ja. Het einde lijkt in zicht voor de paasvuurtraditie in de Achterhoek. Het eeuwenoude gebruik dreigt ten onder te gaan door een tekort aan vrijwilligers. In Eibergen is er niemand die het paasvuur wil organiseren. Het Achterhoekse dorp dreigt hierdoor voor het eerst in 72 jaar geen paasvuur te hebben. En dat vinden de inwoners van Eibergen niet leuk. Heel jammer. Ik vind dat een traditie die door moet blijven gaan. Hier bestaat toch naberschap? Tijden veranderen. Vorig jaar redde de eigenaar van een horecagelegenheid het paasvuur. De nieuwe eigenaar wil de organisatie niet op zich nemen. Toch is niet iedereen in het dorp er rouwig om. Die tijd heb ik gehad om erin te gaan. Maar vindt u het dan niet erg voor de jongere generatie?
Nou, die hebben wel weer wat anders. Er zijn sowieso steeds minder paasvuren volgens een deskundige. Dat komt onder meer door de strenge veiligheidsregels van de overheid. Dat is op zich een goede zaak, maar aan de andere kant wordt het daardoor moeilijker en moet je vroeger een vergunning aanvragen, meestal in november, december al. Ja, en de meeste mensen denken dan nog niet aan Pasen. En daarnaast is er dus een gebrek aan vrijwilligers voor de paasvuren. Ik hoop van harte dat er een paar jonge mensen zijn die de schouders eronder zetten en zeggen van, hallo, kan toch niet zo zijn dat het paasvuur niet doorgaat dit jaar? Kunt u niet de handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld? Zeker wel. Toch nog hoop dus op het voorbestaan van de eeuwenoude traditie van het paasvuur? Ik zie het niet verloren gaan. Het wordt wel minder, maar dat zien we met alle tradities. Dus? Het wordt minder, maar het blijft bestaan. Een man van 44 uit Apeldoorn wordt verdacht 6 jonge tienermeisjes te hebben verkracht, mishandeld en uitgehongerd. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld, maar nu al lijkt het erop dat de man TBS met dwangverpleging boven het hoofd hangt. Dat bleek vandaag allemaal uit woorden van de officier van justitie tijdens een proforma-zitting in Zutphen. De Apeldoorner maakte de meisjes totaal afhankelijk door ze te isoleren en met wapens te bedreigen en aan te zetten tot drugs en prostitutie. Een meisje dat zwanger werd, was gedwongen om een borstvergroting toe te passen. Op 29 en op 30 mei dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Een opgeruimd huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar wanneer je dat wil, dan kun je tegenwoordig een opruimcoach inhuren. Met het achterliggende idee dat een opgeruimd huis ook een opgeruimder hoofd betekent, komt de opruimcoach bij u aan huis voor een praktische training opruimen. Goedemorgen, Greta. Wat is dit? Niet iedereen is even opgeruimd van karakter. Elisa Lamy is dat wel. En zij helpt anderen bij het opruimen van hun huis. En dat gaat met structuur en niet met de Franse slag. Dit is een mooi voorbeeld van hoe mensen omgaan met hun spul. Ze gebruiken de spul als geheugensteuntje. Dus een shampoofles op de aanrecht als herinnering. Dit moet ik nog kopen. Greta van Buren heeft een druk bestaan met een eigen bedrijf. Het huis krijgt dan wat minder aandacht. Ze heeft de hulp ingeroepen van een opruimcoach. Ik merk dat ik verzand in dingen. Dus dat er heel veel troep om me heen ontstaat. Waar ik eigenlijk geen raad mee weet. En als ik dan moet gaan opruimen, dan duurt het ellenlang. En dan heb ik het idee dat ik alleen maar loop op te ruimen. En dan hoef je eigenlijk je niet zorgen te maken over waar moet het allemaal. Dat wordt nu eerst gesorteerd. Dat is de basis. Dus het is beter te werken met kleine stappen en één plek om te beginnen die eigenlijk snel op te ruimen is. Ordening brengen. Bijvoorbeeld met een sorteersysteem met kratten. Dit is ook voor de keuken, dus dat mag ook in de krat hier. En als er één plek opgeruimd is, volgen er meer. Zodat uiteindelijk alles door een ringetje te halen is. Theo Bos is gisteravond ook bij zijn voormalige werkgever FC Den Bosch herdacht. Het clubicoon van voetbalclub Vitesse was 4 jaar trainer in Brabant en was ook daar erg populair. FC Den Bosch stond uitgebreid stil bij zijn overlijden. Bos stierf afgelopen donderdag op 47-jarige leeftijd aan kanker. Ook de kapelaan van de Sint-Jan-kathedraal voerde het woord. We gedenken onze geliefde trainer Theo Bos. En ondanks ons verdriet om het afscheid, denk ik dat we ook dankbaar mogen zijn en dat we mogen uitdragen naar de anderen toe. Dankbaarheid voor al datgene wat hij voor de club heeft betekend. En donderdag is in Gelredome in Arnhem ook nog een uitgebreide afscheidsbijeenkomst waar Bos door duizenden mensen wordt herdacht. Het zat erin en het kwam eruit. De atleet Ilko Sint-Nicolaas uit Apeldoorn werd zondag Europees kampioen zevenkamp in de Zweedse Göteborg. En gisteravond kreeg hij een warm onthaal op Schiphol. Aankomsthal 2 kleurt vlak voor Ilko's landing al een beetje oranje. De kerstverse Europees kampioen wordt opgewacht door trotse familieleden en vrienden die zijn prestaties in Zweden via de tv moesten volgen. Het is gek om mee te leven en niet de knuffel te kunnen geven. Aan de andere kant weet je als je daar bent dat je ook geen tijd hebt om te zien, want er is zoveel pers, doping, ceremonies. Dus het is leuk om nu hier wel even te kunnen feliciteren, echt. We hebben een minuutje aan de telefoon gehad en toen stond er allemaal pers bij hem en hij zei, nou misschien bel ik nog wel, maar daar is niet meer van gekomen gisteravond. Sint-Nicolaas kroonde zich zondag tot Europees kampioen zevenkamp, onder meer met deze sprong bij het polstok hoogspringen. De Apeldoorner vestigde zelfs een Nederlands record op de zevenkamp.
Bij thuiskomst wacht hem een dikke knuffel van zus Femke. Ik dacht dat je wint. Ilko, van harte, hè? Ja, dankjewel. Ja, voelt het om weer thuis te zijn? Ja, lekker. Goed om goed weer thuis te komen en zo ontvangen te worden. Ja, ik zei net, ik hou er niet super van om als eerste door die deur te komen. Maar het heeft een speciale reden en dat is wel heel speciaal en heel leuk. Zaterdag wordt Ilko nog gehuldigd bij zijn atletiekvereniging in Apeldoorn. Maar eerst maar eens naar huis om bij te komen. Ja, zo doen we dat deze lente niet, want felle sorbetkleuren zijn juist in. Zometeen meer. De gemeente Nijmegen gaat in de wijken Neerbos Oost en Heeseveld waarschuwen voor inbrekers. Het komende half jaar krijgen inwoners allemaal een brief. De wijken zijn gekozen omdat er relatief veel wordt ingebroken. In de brief staat onder meer wat mensen zelf tegen inbraken kunnen doen. De in Arnhem geboren zanger Tony Ronald is afgelopen weekend in Barcelona overleden. Tony Ronald, geboren als Siegfried Anton den Boer, had begin jaren 70 een grote hit met Help. Het nummer bereikte de 6e plek in de Nederlandse hitparade. Een verwarde vrouw heeft gisteravond gedreigd bezoekers van de McDonald's in Winterswijk te besmetten met de dodelijke antraxbacterie. Hulpdiensten rukten massaal uit. De politie kon de vrouw snel en zonder problemen aanhouden. Op dat moment waren er weinig klanten in de zaak. De vrouw is een bekende van de politie. De Graafschap is gisteravond periodekampioen geworden in de Jupiler League. De Doetinchemse club won vorige week al van Go Ahead Eagles. En omdat de enige concurrent FC Volendam gisteren niet wist te winnen, pakte de Graafschap de periodetitel. De Graafschap mag nu aan het eind van de competitie meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De Nijkerkse stichting, die verslavingskliniek Jezuscentrum runt, is failliet verklaard. Vorig jaar oktober werden bij een inval 6 mensen aangehouden op verdenking van fraude. De voorganger van het centrum wordt ook al verdacht van mensenhandel. De minister van Volksgezondheid verbood de verslavingskliniek eerder al om nieuwe cliënten aan te nemen, omdat de zorg ontoereikend was. Een man uit Ede is vorig jaar ernstig gemarteld met onder meer een notenkraker. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak. De Edenaar werd vorig jaar gegijzeld door 3 mannen. En die eisten 1,5 miljoen euro losgeld en dreigde met een notenkraker zijn geslachtsdeel te verwijderen. Het slachtoffer verklaarde een half jaar lang pijn te hebben gehad bij het vrijen. Een kopstuk van een Zaltbommelse jeugdbende is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het leegroven van wietkwekerijen. De man van 25 plaatste onder meer zenders onder auto's van wietkwekers om de kwekerijen op te sporen. Het OM had 5 jaar cel geëist. Lente. En dan kriebelt het. En dat betekent voor sommigen van ons op zoek naar een kievitsei. Dit is de Vanellus vanellus. Beter bekend wellicht als de kieviet. Het eerste gevonden ei van deze modieus gekuifde vogel geldt als dé symbolische aankondiging van de lente. Kijk, daar komt er eentje omhoog. Kijk, deze. Ja. De meeste van ons hebben wel eens eieren gezocht zo rond Pasen. Maar dit zijn Wim Schakelaar en Klaas de Vries. Hoewel niet woonachtig in Friesland, maar op de Veluwe. De Gelderlanders die kennen er ook wel wat van, hoor. Speuren zij van maart tot juni, meerdere dagen per week, de weilanden in de omgeving af naar dat o zo gewilde ei. Dan ben je echt de eerste. Dan komt echt de burgemeester op bezoek. Toch een hele happening zo'n kievitsei vinden. Nou, dat is het ook. Klaas en Wim zijn goede eierzoekers, maar de piepkleine gespikkelde schat hebben ze nu nog niet gevonden. Ik heb vanmorgen aan het eind van de dag nog even gekeken op de site van Weidevogelbescherming. Daar worden ze ook gemeld. En daar stond nog niks gemeld. Dus we hebben nog kans, hè. Daar ligt hij. Kijk eens, een kiezelsteentje. Ja, daar. Daar hebben ze wat neergelegd. Hoe groot zijn ze nu in het echt? Een beetje dit formaat. Dus, zowat. Volgende keer geen ei meer uit de kantine van Omroep Gelderland meenemen. Nee. En de viltstift thuis laden.
Ja, en met de lente en het zonnetje kan het flaneren en het paraderen natuurlijk ook weer beginnen. Maar dan is het wel handig als je er ook nog een beetje leuk bij loopt. En volgens kenners komen de felle kleuren weer terug. Hoe saai was het afgelopen jaren? Heel saai. Veel beige tinten, zand, zwart, wit en weinig kleur. Maar nu? Maar nu. Veel kleur. Vooral veel kleur. Vrolijke kleurtjes. Na de economische crisis hebben mensen gewoon zin in wat vrolijkheid. En daar gaan wij mee aan de gang. En heb je net een nieuwe broek gekocht? Ja, ik heb een nieuwe broek gekocht. Ja, klopt. Wel een felle kleur. Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal weg van felle kleuren. Dus ja, dat is mijn ding eigenlijk, felle kleurtjes. Wat wordt de trend op schoenengebied? Nou, wat je nu heel veel ziet is veel kleur. Voor heren en dames bijvoorbeeld zo'n okergele kleur. Dames is natuurlijk altijd de shabby. Zitten altijd iedere zomer in de collectie. En we hebben de fletjes, de warm roze en een bronstint. En we hebben de sandaaltjes. Ook altijd allerlei kleuren in de collectie zitten. Het weer is toch prima ervoor, of niet? Je bent echt de enige nog, hè? Nou, ik heb er een paar gezien. Maar er ook mensen in t-shirts rond. En dat vind ik eigenlijk nog kouder, eerlijk gezegd. Wat worden de kleuren dit voorjaar? Dit voorjaar gaan wij pastelkleuren zien. En we gaan echt de harde kleuren zien. De sorbetkleuren noemen we dat. Dat zijn echt de hele felle tinten. En dan het mooiste is het om het bij elkaar, zeg maar, te combineren. Dus dan krijg je bijvoorbeeld zo'n geel jasje of zo'n oranje jasje. Op een gele broek, een blauw shirt erbij. Deze zomer mag het allemaal. Helemaal top. En dan blijven we nog even bij het weer. Maar nu met Dennis Wild van Meteo Consult. Het is op en top lente in Gelderland. Vandaag met veel zon en ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En daar kunnen we ook morgen nog steeds van genieten. Maar in de loop van de week krijgen we te maken met steeds meer bewolking die vanuit het zuiden en vanuit het noorden dichterbij komt. En daarmee ook lagere temperaturen. Maar tot die tijd, ja, gewoon prachtig lenteweer. Vandaag nauwelijks een wolkje aan de lucht. En vanavond en komende nacht blijft het gewoon nagenoeg helder. Met temperaturen die dan dalen bij weinig wind tot dicht bij het vriespunt. Aan de grond gaat het op veel plaatsen wel weer licht vriezen. De wind draait langzaam naar een oostelijke richting. Stelt ook morgen nauwelijks wat voor. Een beetje koude start van de dag. Maar de zon die maakt een hele hoop goed hoor. Daardoor stijgt de temperatuur ook heel snel. Bij weinig wind wordt opnieuw die 14 graden morgen gehaald. En komen er af en toe wat meer van die sluierwolken voor, waardoor de zon af en toe een beetje versluierd raakt. Maar ik zei het al, daar heeft de temperatuur nauwelijks onder te lijden. Want we krijgen dan opnieuw die 14 graden te zien op de thermometers. De wind uit die oostrichting blijft zwak. Heerlijk weer om de fiets te pakken of een lange wandeltocht te maken. En als je moet werken, even tijdens de lunchpauze die zonnestralen oppakken. Want we moeten ervan genieten, want het is niet van lange duur. Want donderdag hebben we al te maken met meer bewolking. Nog altijd een graad of 11, het blijft droog. Maar vanaf vrijdag raakt de zon achter de wolken. En dan valt er ook af en toe wat regen uit het wolkendek. En gaan de temperaturen, vooral in het weekend, gevoelig omlaag. En tot zover het nieuws. Kort de hoofdpunten. Mannen en een vrouw die ervan verdacht worden een meisje uit Braam te hebben ontvoerd en gedwongen hebben tot prostitutie, die hebben vandaag celstraf horen eisen. Tot 4 jaar. En een basisschoolleerling in Oosterbeek die bracht een granaat mee naar school. De granaat is uiteindelijk veilig tot ontploffing gebracht. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.